Goedenavond beste kijkers, welkom bij Albersalaar Toernooi TV. Albersalaar Toernooi TV is het mediaonderdeel van het welbekende AB Midden-Nederland Albersalaar Toernooi voor spelers onder de 23 jaar. Daar gaan wij vanavond wat verder op in en daar ga ik met twee gasten doen die hier bij me zijn. Jan Blaak, de man die aan de wieg stond van het Albersalaar Toernooi. En met Wilco Kortleven, regiomanager bij AB Midden-Nederland. Dat is een heel mondje vol, Wilco. Ja, Wilco, kun je misschien vertellen wat voor AB Midden-Nederland, wat voor een bedrijf dat het ook is? Nou, wij zijn een uitzend- en detacheringsorganisatie. We hebben dagelijks werken er ongeveer 1000 mensen via onze club, om zo maar te zeggen. We zijn een coöperatie, dus dat betekent eigenlijk dat bedrijven die worden lid van onze club. En wij proberen de personeelsinvulling voor die bedrijven te doen. Dat kan in geval van ziekte. Of in geval van arbeidspieken. Dus echt een flexibele schil voor de bedrijven proberen we te zijn. We komen van oorsprong eigenlijk uit de agrarische sector, zeg maar de vroegere boerenhulp. Ja. En ja, in de loop der jaren is dat dusdanig uitgebouwd dat we nu in 9 sectoren werkzaam zijn. En dan moet je denken aan de techniek, transport, logistiek, de foodsector, maar ook de bouw, de infra en al dat soort sectoren erbij. Is heel uitgebreid. Heel uitgebreid, ja. Ja. En ja, ik weet dat jullie kantoor op Sliedrecht hebben, jullie hebben nog veel meer kantoren. We hebben nog 3 kantoren. In Houten hebben we ook een kantoor, in Bunschoten en in Zaltbommel. Dus 4-5 kantoren. Dus we zitten echt in Midden-Nederland. En hoeveel personeel werkt die precies zijn? Ruim 1000 mensen werken er iedere dag voor ons. En dat verschilt wel eens met wat pieken. We hebben bijvoorbeeld net de fruitplukperiode achter de rug. Dan gaat het wel naar 1300-1400. Het is ook wel leuk, is dat heb ik toevallig op jullie site gelezen, want ik kijk wel, dat net waar je bent lid wordt, maar als je ziek wordt, dat met het inleg ook bijna, dan krijg je toch ook hulp aangeboden. Ja. Dat is zeg maar die van oorsprong die boerenhulp, zeg maar. Ja. Dat is nog steeds zo. Een agrariër die ziek wordt, die kan dan terugvallen op AB. En ja, 24 uur per dag staat er iemand klaar om dan die boerderij over te nemen. Ja, dat is toch heel mooi, ja. Ja. We hebben ook pas weer een recessie gehad natuurlijk. Dat we zijn er nou weer aan het bovenop komen. Hebben jullie daar ook nog last van gehad of valt dat mee? Nee, wij zien eigenlijk juist het tegenovergestelde. Dat de bedrijven die gaan steeds meer in flexibele arbeid denken. De wetgeving in Nederland is dusdanig veranderd. Ze roepen in Den Haag wel van het wordt makkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Of tenminste, dat willen we stimuleren. Maar we zien eigenlijk toch wel de tegenovergestelde beweging. Dat bedrijven angstiger worden en dus meer flexibel in gaan huren. En dan moet je zorgen dat je de goede mensen hebt. Ja, dat en dat proberen wij. Het is in ieder geval een mooi bedrijf. Dat heb ik wel gezien. Ja, dankjewel. Ja. Ja, dan ga ik even naar Jan. Ja, Jan, in 1996, ik zeg maar zo'n kleine 20 jaar terug, kwam jij op een dag uit uw jeugdvoorzitter was bij de VWSC om een toernooi te gaan organiseren. En daar heb je bepaalde doelstellingen bij. Ik denk dat je zelf het beste hoe je op het idee kwam. Ja, we hebben bij VWSC op ene moment gewerkt aan een jeugdbeleidsplan. En dat kwam eigenlijk voort. Er waren wat mensen vertrokken bij VWSC, verhuisd. En dan kom je erachter dat er ook veel kennis verdwijnt. En als het dan niets op papier staat, dan moet je allemaal weer het wiel proberen uit te vinden. Toen hebben we gemeend van we gaan maar eens een en ander op papier zetten, het jeugdbeleidsplan. Daar stond onder andere ook in dat we jeugd die de overstap maakte naar de senioren beter wilden gaan begeleiden. Dus we wilden al vroeg gaan kijken dat we de jonge talentvolle voetballers onder meer weerstand konden laten voetballen. Ja, hoe doe je dat? Op enig moment is toen het idee ontstaan om een aparte competitie op te gaan zetten voor spelers tot 23 jaar. We zijn daar de regio voor gaan benaderen en het eerste jaar hebben we toen 8 teams bereid gevonden om daaraan deel te nemen. We hebben toen in eerste instantie een halve competitie gespeeld en de slotdag zeg maar 3 turnwedstrijden in een soort toernooivorm. Dat is zo'n groot succes gebleken in het eerste jaar dat we het tweede jaar al heel snel naar 14 teams groeiden. Omdat de regio toch wel zag dat dit een toernooi was waar ze graag mee wilden doen. Ja, klopt, ja. Ja, als je ook nog ziet, want er werd vorig seizoen werd er nog gezegd, iedereen wist niet hoe ze keren, maar we zijn al 20ste toernooi bezig. 20ste toernooi in beeld. Ja, dus dat is toch wel iets wat in de oude zwaard had, 20 jaar
Daar moet je wel erg trots op zijn. Dat ben ik zeker. En goed, ik kon op enig moment daar niets meer voor doen vanwege mijn gezondheid. Gelukkig stapten toen mensen van Nieuw-Lekkerland in. Ab en Rien en Harry, die de scheidsrechterszaken ging behartigen. En die hebben tot de dag van vandaag zijn ze daarmee doorgegaan. En er zijn gelukkig wat mensen in het bestuur bijgekomen. Waardoor we op dit moment denk ik een hele goede basis hebben om nog jaren dit toernooi door te kunnen laten gaan. En je hebt daar een sponsor bij nodig, hè, want er zijn middelen. Mijn eerste vraag over de eerste sponsor was het Rabobank. Heb je het jaren gedaan? Ja, die hebben het heel lang gedaan. En we zochten iemand die de regio kende. En het was heel mooi, elke plaats had toen nog een kantoor van de Rabobank. Dus je kon op die manier elke Rabobank-directeur erbij betrekken. Want het was hun eigen jeugd waarvoor ze deden. En dat viel goed. De directeur Kees Ossenweijer van hier Rabobank Graafstroom destijds, die heeft zijn collega's benaderd. En iedereen was zelf bereid om daar een bedrag voor op tafel te leggen. Ja, dan komt er weer. Hoe ben je jullie eigenlijk hier aan het sponsoring gegaan? Nou ja, eigenlijk ook wel om dezelfde reden. Wij zijn ook lokaal geworteld. We zijn veelvuldig actief in de Abbotsoaard Vijfheerlanden. En daar speelt het toernooi zich ook af. En wij zijn ook altijd bezig om jonge, talentvolle medewerkers op te leiden. He, van onderaf aan, het vak te leren. Nou, eigenlijk is dat exact hetzelfde wat ze met het voetbaltoernooi natuurlijk ook doen. Spelers onder weerstand klaarmaken voor het grote werk bij de senioren. Ja. Dus die doelstelling die sloot er wel aan. Er komt bij dat ik zelf ook vanaf het begin redelijk nauw betrokken ben bij het toernooi. En we ook veel voetbalmijnende collega's op kantoor hebben. Dus 1 en 1 was 3. En daarom hebben we graag onze naam eraan verbonden. En hoeveel jaar zijn jullie al sponsor geworden? Dit is het derde jaar. Ja. Ja, Jan, en je had het net over je ziekte. Dat ging 2000 bij je gezondheid reden. Dat gaat 2000 was het? 2001 ben ik gestopt met de andere 23 jaar. Ja, 100 jaar. En toen heb ik het overgegeven aan Ab en Rien. En die mensen hebben het toch nog toe lang volgehouden. Ja, gelukkig wel. Want daar valt of staat toch alles mee. Je hebt toch vrijwilligers nodig die zo'n toernooi van begin af aan helemaal opzetten. En in goede banen sturen. Ja. En, er wordt wel eens heel licht over gedacht, over het vrijwilligerswerk. Maar die mensen heb je gewoon nodig. En ik denk dat alle verenigingen zich daar wel in kunnen vinden. Dat je zonder vrijwilligers kun je gewoon als vereniging niet bestaan. Nee. En dat is bij dit toernooi exact hetzelfde. Er zit gewoon veel werk in. Ja, dat klopt. Ik hoorde toch eens even. Ik geloof dat we 25 scheidsrechters hadden. En op het moment zo we nu spelen, moet je per ronde 6 hebben. Maar dat het toch wel zo'n moeite is. Want die kan er nou niet anders gebaseerd. Dan valt dat ook allemaal niet mee dat voor elkaar te krijgen. Ja. En je hebt een administratie die erachteraan zit, standen bijwerken. Nou goed, tegenwoordig hebben we dan gelukkig internet. Ja. Waardoor we alle minuut eigenlijk weten wat er de avond ervoor heeft plaatsgevonden. Je kan direct uitslagen zien. In de begintijd moest alles nog met papier en dan verstuurde je alle uitslagen nog eens een keertje, één keer per week weg. En die tijden zijn veranderd gelukkig. Ja, dat klopt. En wil ik nog even terugkomen bij jullie. Als je voor een sponsoring in aanmerking wil komen, dan hebben jullie ook een speciaal criteria voor, hè? Ja, dat is nog niet zo heel erg lang hoor. We hebben wat regels opgesteld. Omtrent sponsoring, want wij worden ook veelvuldig benaderd over sponsoring en we hebben gemeente aan om daar toch eens wat criteria aan op te hangen. En ik begrijp van jou dat je ze op onze website hebt gelezen en ik denk dat je ook wel hebt kunnen zien dat jullie toernooi daar prima aan voldoet. Ja, nee, dat kon ik begrijpen. Ja. Dus het viel me op. Ik zeg, je komt het niet bij veel bedrijven tegen die het echt zo duidelijk neerzetten, maar bij jullie was het echt wel heel duidelijk. Ja, ik denk dat belangrijk is, zeker ook omdat we veelvuldig benaderd worden. Iedereen ziet die autootjes van ons hier in de regio rijden, dus je hebt toch een bepaalde naam. En dat is op zich hartstikke goed, maar dat betekent ook dat de bel wel regelmatig gaat. Dat klopt, dat kan ik ook begrijpen. Ik denk dat jij wel een prachtig facet in het doel vindt, de sportiviteitprijs. Ik weet dat hij draagt ook jouw naam, dat is ook een logische keuze. Maar dat vind ik ook een mooi onderdeel erin, die sportieve gebeuren. Ja, we hebben
90e jaren, 80e jaren, toen ging je toch langzamerhand merken dat het fysieke en verbale geweld ging toenemen. Jeugd wordt mondiger, dachten dat ze zich op een gegeven moment alles konden permitteren richting scheidsrechters, richting leiders, onder elkaar. En je las toen de tijd ook al regelmatig in de media van het neemt toe. En dan wilden we hier eigenlijk bij VWC al paal en perk aan stellen. En dat hebben we toen ook intern gedaan. De KNVB gaf toen ook diploma's uit die je als voorzitter mocht ondertekenen. Nou, dat werd in de kantine gehangen. En nou, dan deed je als vereniging mee. Zag iedereen en dacht iedereen. Maar dat gaat natuurlijk veel verder. Je moet er ook beleid op afstemmen. Je moet er beleid voor maken. En dat zijn we bij VWC gaan doen. En dat hebben we geprobeerd in dit toernooi verder te ontwikkelen. En buitenstaanders die dachten nog wel eens dat we deden een beetje speeltje pesten. We hadden vrij strenge regels. Je moet gewoon je mond houden. En als je je mond open doet, dan ging je voor 10 minuten naar de kant. We hebben daar ook met de KNVB over gesproken. Die lag aanvankelijk nogal wat dwars bij dit toernooi. Vanaf het begin af aan eigenlijk. Ik heb daar toch wel verschillende keren hevig over moeten discussiëren om het allemaal zo te krijgen zoals het op een gegeven moment ging. Men zag het eigenlijk niet zitten. Nou ja, om ons toch ter wille te zijn en ons niet te veel als lastpak te zien die elke keer maar aan de telefoon hing, hebben ze uiteindelijk maar gezegd, dan maken we er een pilotproject van. Nou, ik geloof dat het nu nog steeds een pilotproject is, want er heeft nooit meer iemand wat van gehoord. Het is alleen wel zo dat je nu achteraf ziet dat er door alle gebeurtenissen langs de velden en op de velden, ook binnen de KNVB de laatste jaren, toch wel iets is ontstaan van we moeten toch strenger op gaan treden. Ook daar zie je tijdstraffen. En ik denk dat het gewoon werkt. Een tijdstraf is niet om een speler te pesten. Een tijdstraf is om de speler in te laten zien, ik moet slimmer worden. Ik moet mijn mond houden, want ik benadeel mijn team, ik benadeel mezelf. Ik moet daar slimmer mee omgaan. Als ik mijn mond hou, dan ben ik met mijn spelletje bezig en blijf ik geconcentreerd met mijn eigen team om deze wedstrijd binnen te slepen. Als ik naar de kant gestuurd word, om bijna niets, ja, dan ga ik toch na zitten denken, want mijn team speelt op dat moment met een man minder. Een stukje opvoedkundig. Oh ja, nou, zo kan je het inderdaad. Ik denk dat als sponsor ook zeer alert op ben, dat het, want de laaie naam ook zo moet je vrouwen worden. Nee, dat is zeker waar. Dat is ook een van de redenen waarom we wel dit toernooi zijn gaan sponsoren. Ja. En ik zie dat zelf ook iedere zaterdag op het veld. Dat het gewoon goed werkt. En ook dat ze binnen het veld elkaar durven aan te spreken op hun gedrag. Dat is denk ik ook een hele belangrijke. Ja, dat vind ik ook. Dat is erg belangrijk. Ja, ik zeg ook dat je werkt aan mensen. Je hebt ook een cultuurverandering natuurlijk. Het toernooi begon 20 jaar geleden of nu. Iedereen is mondiger geworden. Maar hoe zie je op het toernooi zelf het toernooi gaan? Ik denk dat het toernooi gewoon goed in elkaar zit. Wat ik dan ook hoor en zie, dat de verenigingen zich weer meer en meer bewust zijn van deelname aan dit toernooi. Men gaat het belang inzien dat men enerzijds met waarden en normen bezig is, maar anderzijds ziet men ook het belang dat men dus jonge spelers binnen dit toernooi dus kan laten ruiken aan het seniorenvoetbal, aan het hogere voetbal. En ik denk dat je dat daar alleen maar blij mee mag zijn. Ik merk dat ook trainers meer en meer de waarde van het toernooi gaan inzien. Ja, klopt. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is, want trainers zijn passanten. Een vereniging die dient een beleid te hebben waarin je ook een beleid opneemt voor onder de 23. En als je dat dan hebt en je gaat met trainers praten, dan zal een trainer zich daaraan moeten conformeren. En dat betekent dat je dus als trainer zijnde oog hebt voor onder de 23 en dat je daar je medewerking aan moet geven. En dat is in het verleden bij sommige verenigingen wel eens anders geweest. Een trainer kijkt naar zijn eigen belang. En die weet, ik wil dit jaar met eerste kampioen worden, dus even geen oog voor onder de 23. Ja, en dan moet je als vereniging durven zeggen, van, ja, maar onder de 23 is ook belangrijk. Niet het belangrijkste, want blijf altijd je eerste team. Maar het moet wel een evenwicht blijven. En daar heb je als vereniging een hele grote verantwoording, vind ik. Ook als trainer, dat moet je ook in durven zien. Ja, dat is mij ook opgevallen dit seizoen waar we nu draaien, dat er meer besef is hoe het toernooi moet wezen eigenlijk, waarvoor het toernooi is. Ja. En dat vind ik ook belangrijk. En hoe ervaar jij het toernooi, Wilco? Je bent er zelf ook nou bij betrokken geweest. Ik ben ook eigenlijk al die jaren, denk ik, vanaf het begin van wel scheidsrechter geworden. Ik ben nu al een tijdje ertussenuit vanwege een knieoperatie. Maar ik kon er wel van genieten. Van de sluiten bij de jongens is het vaak een hoog tempo.
En nou, ik moet ook zeggen, ik heb wel eens wedstrijden gezien die ik hier op zaterdag van mijn eigen club niet altijd zag hoor. Ik dacht van dat niveau ligt best wel hoog. Ja. Dus dat is op zich hartstikke mooi. En het mooie vind ik ook altijd dat je een bepaalde fluctuatie ziet in wie er nou eigenlijk bovenin meedoen. Het ene jaar zijn het soms de grote clubs. Maar het is ook al vaak genoeg voorgekomen dat er wat kleinere clubs de cup met de grote oren binnenhaalden. Dus ja, de trainers moeten het inderdaad niet te prestatief zien. Iedereen in het veld wil winnen. Maar uiteindelijk gaat het denk ik om de doelstelling om jeugd op te leiden voor het grote werk. En dat moet voorop blijven staan. Ik onderschrijf natuurlijk wel dat nu wat regels eraan zijn gesteld om bepaalde spelers van bepaalde leeftijden ook zoveel mogelijk mee te laten doen. Daar is uiteindelijk de doelstelling uit ontstaan. Ja, dat klopt. Ja, op de toekomst nog even te kijken. Ik las ook pas ergens, ik dacht dat ik in contact was, dat, kunnen we het nog wel Abu Sowaat Cup noemen, het stond er op een gegeven moment. En dan staat AB in Nederland, Abu Sowaat. Want ja, als je alles doorgaat, dan zie je dadelijk aan mij, Mierkerk, wat zit er nog meer bij, Hein Moeke, Blackvogels, zien we daar naar het Utrechtse gaan. Ja, de Alblasserwaard blijft de Alblasserwaard. Ja, maar dan vallen die clubs een beetje weg. Ja, dan heb je het meer over provincies natuurlijk. Ja. De regio Alblasserwaard, die naam zal ik niet zomaar afvragen. En Vijf Herenlanden blijft Vijf Herenlanden. Ja. Yes. En blijft het toch maar altijd Alblasserwaard Cup noemen, vind ik. In mijn beleving blijft het Alblasserwaard Vijf Herenlanden toernooi. En, ik heb dat er al meer aan gedacht om, als je zegt, de sponsornaam vind ik hem belangrijk erbij. En Den Oudenswaard er gewoon achter het ding wat dat. Ja. Zij hebben ook een vestiging in Houten. Zeker. Dus wat dat er geldt bij elkaar ongeveer. Dat zou ook nog kunnen. Maar de kracht, ik vind ook altijd wel, de kracht is het ook wel geweest om het hier in de regio te houden. Ja. Er zijn, in het verleden heb ik ook wel meegemaakt dat de clubs van buiten kwamen. En dan op een gegeven moment merk ik toch een cultuurverschil. En de doelstellingen die worden wat losser beleefd. Dus ik denk dat de kracht echt is om het hier te houden. Ja, er zijn ook meer redenen. Ik heb begrepen, er waren ook clubs, nog verder, MV 58 onder andere. Niks met die clubs terug. Maar je moet ook naar de reisafstanden gaan kijken voor wat voor de mensen. Het zijn door de week, hè, die jonge jongens. Ja. De schoolgaand, je wilt toch wel dat ze op tijd thuis zijn. Ja. Ja, heb jij nog wat suggesties voor het toernooi dat je zegt, nou dat... Nee, eigenlijk niet. Ik ben heel tevreden hoe het gaat. Ik ben heel blij dat het nog steeds bestaat. Want ik weet dat er in het begin best wel sceptici waren. Dat is ook iets van de Oude Zwaard, vind ik hoor. Want als je nu kijkt naar de contactbokaal, die hebben ook al zo'n lange levensduur. Ja. Het zijn toch dingen die... tradities. Wat hier toch altijd... Ja, men is daar gevoelig voor en als het dan goed loopt, het is goed georganiseerd, dan kan je het in stand houden. Ik hoop alleen dat verenigingen in blijven zien dat het belangrijk is. Ik heb er eigenlijk best wel vertrouwen in ook, want als ik zie wie er deelnemen, het zijn niet alleen maar derde en vierde klasses. Nee. Dat er ook teams meedoen van verenigingen die hoger spelen, dat duidt ergens op. Duidt ergens op dat zij hun jeugd erg belangrijk vinden, maar dat ze ook het erg belangrijk vinden dat die jeugd zich ontwikkelt. En er zijn genoeg mogelijkheden, denk ik, bij dat soort grote verenigingen om wedstrijden te organiseren. Maar ze nemen graag mee aan dit toernooi. En ik denk dat dat heel veel zegt. Ja, cool. Ook al kijk naar de deelnemers, er zijn er ook al veel ploegen, verenigingen, laat ik het goed zeggen, die al vanaf het begin meedoen. Ja. Ja, VW60 dit jaar een keer... afgehaald. Ja. Dat kan gebeuren, dat moet je respecteren. Ieder mag zijn eigen keuzes maken, vind ik niet mooi. En ieder daar zijn reden voor, dus dat is ook niet zo. Dat moet je respecteren, dat zijn verenigingen besluiten. Ja. En nogmaals, moet je respecteren. Je kan er anders over denken. En ik vind het zelf persoonlijk heel erg jammer. Als zijnde een vereniging die het toernooi eigenlijk heeft opgezet, vanuit een bepaalde visie. Dat die dan afhaakt. Maar goed, nogmaals, het is een verenigingsbesluit. En dat is democratisch genomen. En daar moet je respect voor tonen. En dat zei zo. En ik hoop dat ze daar op enig moment weer anders over gaan denken. Wilco, zoals wij dat nu doen. Een eigen website erbij met eromheen. Wedstrijdopnames. Nou, dit weer zo'n beetje. Dat is wel leuk voor hem, niet? Nou, als sponsor is dat natuurlijk altijd leuk als je naam in beeld komt. Uiteindelijk is dat een niet de hoofddoelstelling dat we gaan sponsoren. Maar je doet het ook wel ergens voor. Wij willen ook graag dat het logo van AB door de Alblasserwaard Vijf Herenlanden gaat. En met dit toernooi gebeurt dat denk ik. En alle beetjes, zoals een website, publiciteit in de krant, dit interview, dat draagt er allemaal in positieve zin aan mij.
Ja, dus ja, we gaan nog in ieder geval met onze tijd mee. Dat, absoluut. Dat is ook gewoon en dat het is ook leuk. Heb jij nog eigenlijk wat suggesties voor het toernooi? Hoogsponsor heb ik ook wel wat zeggen. Nou, als sponsor moet je eigenlijk niet, moet je met de inhoud van de boy, hè? Maar je mag wel meedenken. Ja, dat mag. Nou, ik heb er eigenlijk niet zoveel op aan te merken. De formule is niet zoveel veranderd ten opzichte van het begin. En ik denk, sommige dingen zijn gewoon goed en die hoef je niet te veranderen. Nee het is ook, we zijn ook afhankelijk hoeveel teams er mee doen. Eén jaar, zoals vorig jaar de 16, is er ook 4 pools. Dit jaar rijden 14, 2 keer 7. Ja, dat gaat ook wel leuk. En, ik denk dat we gewoon op deze voet verder moeten gaan. Ja, de basisgedachte die staat nog steeds. Die staat nu 20 jaar en daar staat iedereen achter. En dat is dat onder grotere weerstand de jeugd in laten passen, in laten stromen in het seniorenvoetbal. Daar is dit toernooi heel erg geschikt voor. Daarnaast dat terugdringen van fysiek en verbaal geweld, spelen slimmer maken. Ik denk dat daar iedereen achter kan staan. En dat doen ze als vereniging allemaal. En ja, dan heb je 2 grootste basispunten heb je gewoon genoemd. En dan kan het ook niet stuk gaan, denk ik. Nee. Maar je blijft afhankelijk van vrijwilligers die het organiseren. En ook van sponsors. Daarvoor hoop ik ook dat AB meer in Nederland toch nog eens een jaar die willen gaan vast opplakken bij ons. Dat zou ontzettend leuk wezen, want het spreekt ook zo makkelijk uit voor me. Je bent er al gewend, maar. Ja. Nee, maar zonder sponsor, ik dit toernooi niet organiseren, want er gaan gewoon toch heel veel kosten mee gemoeid. Ik kan ook de verenigingen niet te veel gevraagd op de duur, want dan, het is verhaal nog een beetje moeilijk. Maar ja, de sponsors kun je ook altijd niet overvragen. Dat is twee keer iemand van allebei de kanten bekijken. Zeker. En daar moet je echt over hebben. Heren, ik wil jullie bedanken voor het interview, ik vond het ontzettend leuk. En, dag man. Ik hoop je niet om meer te zien, het zou wel lukken. Zal wel veel succes met het toernooi. Ja, graag gedaan. En bedankt voor het kijken. Ja mensen, ik zal zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.